Yo gasten, Viva Mousy, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een zieke video maken, in ieder geval ik hoop het. We gaan namelijk best wel wat packs openen en daarnaast gaan we ook nog een FUTDRAFT doen. Dus dat wordt sowieso lachen. Want wat ik ga doen, ik ga nu eerst zometeen een 100k pack openen. Dan ga ik een FUTDRAFT maken en dan ga ik een potje spelen. En na elk potje mag ik vervolgens weer een pack openen. En dus hoe langer ik in de FUTDRAFT blijf, hoe meer packs ik mag openen, hoe groter de kans is dat we nog een Team of the Season krijgen. Want op dit moment is Premier League Team of the Season er. Dus dat wordt sowieso sick en ik hoop dat we even een paar keer kunnen winnen. Dat zou nice zijn. Maar eerst wil ik jullie allemaal even vragen om natuurlijk dat duimpje omhoog achter te laten. Te abonneren als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan op dit kanaal. Weet je, zouden we 1500 likes kunnen halen op deze video? Dat zal al super awesome zijn. Maar laten we maar beginnen. Loopt alles goed? Ja, alles wordt goed opgenomen. Dat wil ik wel even checken voordat ik zeg maar alle packs ga openen. Want je zou maar al die packs openen en dat de camera gewoon niet loopt. Dat zou heel kut zijn. Maar laten we maar beginnen. Oké, eerste pack. Holy shit. En die daar gaan we dus een punt eraf maken. Het is natuurlijk een border. Helaas geen team om te zien, maar het is wel in vorm. Oké, Nederland, wie is... Oh ja, De Ligt is in vorm. Holy shit, dit is de beste centraal verdediger van Nederland. Hij is zo overpowered qua statistieken. Ik hou hem gewoon in mijn club. Ik wou hem eerst eigenlijk gewoon nog gaan kopen. Maar nu hoeft dat helemaal niet. Ik pak hem gewoon. Volgens mij is hij nog best wel wat waard. Weet het niet helemaal, zeker met Chick die stad. 81 schieten, 88 verdedigen, 89 fysiek. Voor een centraal verdediger is dat niet normaal goed. Het is alleen een beetje raar dat hij helemaal geen drol waard is. 40k ongeveer. Nou, het is chill meegenomen. Dan sla ik deze op naar mijn club. En al die 83, 82 spelers. Iedereen boven de 80. Die stuur ik gewoon naar de transfermarkt. En dan ga ik later een keertje kijken of ze het kopen. Verder zat er niet heel veel goeds in deze pack. Maar in ieder geval lekker in vorm. Meteen in de eerste pack. Dat is mooi. Maar dan gaan we dus nu een FUTDRAFT maken. En dan gaan we naar elke FUTDRAFT gaan we weer een pack openen. Dan gaan we kijken of we misschien toch nog een Premier League Team of the Season kunnen krijgen. Maar FUTDRAFT, let's go! Oké, nu moet ik natuurlijk gewoon kijken welke opstellingen ik denk ik chill vind spelen. Dan ga ik denk ik toch voor 5-2-2-1. Ik wil, ja... Valse spits, dat lijkt me niet... Oh, dat kan misschien ook wel. Weet je wat? Ga voor 4-3-3 valse spits. Dat is op zich ook prima. Kom op. We gaan dus een Premier League team maken. Dus ik kan wel voor Ronaldo gaan. Maar al die... Ja, weet je wat? Ik ga wel voor Ronaldo. Dan kan ik hem in ieder geval gebruiken als super sub. Maar ik probeer in ieder geval mijn baas zelf gewoon Premier League te maken. Dan ga ik nu voor Sané. Kan ik geen andere kaarten meer voor, van hem krijgen. Maar ik moet natuurlijk Premier League spelers krijgen. Ik ga dan nu wel voor William. Ik hoop dat ik wel wat betere ga krijgen. De Team of the Season is uit. Dus waarom krijg ik geen Premier League Team of the Season? Nu krijg ik er helemaal geen één. Dan ga ik wel voor deze Thiago. Come on, alsjeblieft. Geef me even wat Premier League spelers. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? We krijgen wel een Team of the Season. Ik dacht meteen, oh dat is Premier League. Maar het is Hamzik. Dat is geen Premier League. Maar ik ga er wel voor. Het is wel een zieke Team of the Season. Volgende, oh nice, dit is wel beter. Kante, man of the match, dat soort spelers heb ik nodig. Gewoon hoge ratings, die ook nog gewoon eens beast zijn. Kante is echt een beast. Dit is alleen een beetje jammer, dan ga ik voor Asamoah. Weet je, ik ga ze uiteindelijk toch niet gebruiken, want ik wil natuurlijk een Premier League team krijgen. Kijk, dit lijkt er meer op. Die heeft een perfect linkje met Kante. Dus dat is mooi. We krijgen Rikik, die ga ik niet gebruiken. Ik kan ze trouwens allemaal niet gebruiken. Nou, dan ga ik alsnog voor Rikik, maar dan moet hij zo meteen op de bank staan. En dit is wel echt heel fucked up. Holy shit. De spelers die ik krijg in mijn baas zelf is absoluut niet heel. Ja, ze zijn op zich wel goed, maar niet voor mijn team, want ik wil een Premier League team maken. Dit is ook helemaal niks. Oké, ik ga meteen hier op de bank en dan hoop ik dat ik hier nu een Premier League keeper krijg. Dan moet toch haast wel. Nee. What the fuck? We krijgen ook geen Premier League keeper. Holy shit, dit is wel echt fucked up. Dan ga ik voor Spaanse keeper. Dan ga ik nu bij reserve. Dan hoop ik dat ik hier nog ergens een Premier League keeper krijg. We krijgen in ieder geval Team of the Season Kane. Dat is in ieder geval nice. Die is echt de beast. Oké, dat begint er al op te lijken. Maar we hebben nog steeds best wel Premier League spelers nodig. Dus dit gaat op zich best wel lastig worden. We krijgen nu in ieder geval een linksachter. Hij is niet heel goed. Maar dan hebben we in ieder geval weer een Premier League speler erbij. Ik heb nog centraal verdediger nodig. Rechtsachter. Dit zijn op zich wel redelijk spelers. Oeh, Van Dijk, die kan ik wel gebruiken. Het is niet alleen, ja, het is niet een van zijn betere versies. Maar het is in ieder geval weer een Premier League. En hij is ook gewoon dikke prima. Volgende, ik zou voor die linksachter kunnen gaan. Ja, dan ga ik daarvoor en dan kan ik hem rechtsachter neerzetten. Dan heb ik eigenlijk nu alleen nog middenvelders nodig en een keeper. Holy shit, kom op, geef me alsjeblieft nog een Premier League keeper. Dit zijn wel goede spelers. Nou, ik kan in ieder geval voor Özil gaan. Die kan ik dan hier neerzetten. Dat is dan ook weer prima. Dan heb ik dus nog een centraal midden nodig. En een keeper. En ik heb gewoon helemaal een Premier League team. Die ook nog best wel goed is.
Nou, dit is dan alleen een beetje jammer. Hier heb ik helemaal niks aan. Ik ga wel voor deze. Kom op, dit is denk ik de laatste kans op de keeper. Of krijg ik nu alleen maar aanvallers? Ja, ik krijg alleen maar aanvallers. Oké, fuck dat. Nee, ik ga geen Premier League keeper meer krijgen. Dat is een beetje balen. Ik ga voor Hazard. Die kan ik eventueel nog linksbuiten voor neerzetten voor Sané. Of op het middenveld. Deze kerel is ook wel ziek overpowered. Ik ga er maar voor. Weet je, misschien kan ik ze uiteindelijk allemaal gebruiken. Gewoon als wissels of zo. Ik krijg nu in ieder geval weer een Premier League middenvelder. Dus dan heb ik nu bijna 100 teamgeest. Net niet. Ja, alleen omdat mijn keeper zeg maar niet linkt. Daarom heb ik geen 100 teamgeest. Deze kerel, die is wel chill. Die zou ik eventueel voor Van Dijk neer kunnen zetten. Ik ga mijn teamgeest iets van omhoog. Maar ik ga eerst nog even deze speler kiezen. Krijg ik hier nog iets? Nou, niet echt. Nee, dit is niet al te best. Weet je wat? Ik ga nu gewoon even het team zo optimaal mogelijk maken. En dan zie ik jullie zo meteen weer. En dan gaan we een potje spelen. Nou, mijn team is klaar. Ik heb net geen 100 teamgeest. Ik heb 99 teamgeest. Maar ik heb op de bank nog Hamsik, Lemar en Ronaldo staan. Mocht het niet heel goed gaan in de eerste helft, zou ik die allemaal de tweede helft erin kunnen brengen. En dan heb ik echt zieke spelers erbij. Dus we zullen het zien. Misschien dat ik aan dit team ook al voldoende heb. Maar ja, daar gaan we vanzelf achter komen. Holy shit, het team van mijn tegenstander. Hij heeft ziek team of the season. Kijk, zo'n team die wou ik eigenlijk ook hebben. Dit is gewoon ook helemaal Premier League. Echt ziekelijk overpowered. Alleen heb ik een minder goed team en heeft hij een veel beter team. Maar we zullen zien. Hij speelt met drie verdedigers. Dus dat vind ik meestal wel chill om tegen te spelen. Dus misschien kan ik ondanks mijn slechtere team toch nog winnen. Dat zou even nice zijn. Özil, kom op. Geplaatst schot. Daar is hij wel redelijk goed in. En dat blijft maar weer eens. Holy shit. Oké. 1-0 voor 20e minuut. Dit gaat wel lekker. Ik hoop trouwens wel dat ik redelijk ver kan komen, zeg maar, in deze draft. Want na elke wedstrijd mag ik dus pack komen. Dus als ik meteen de eerste wedstrijd verlies, dan ben ik gewoon echt gefuckt. Dus ik hoop dat ik redelijk ver kan komen. Dat zou echt nice zijn. William, volgende kans. Oeh, dat was bijna 2-0. Dat zou even heel nice zijn geweest. 2-0, daar kom je niet snel meer van terug. Maar we hebben nog een corner. Nee, dit wordt hem niet. Nou, het is momenteel rust. Ik sta dus 1-0 voor. Ik heb niet heel veel kans gehad, maar mijn tegenstander ook niet. Ik hoop dat ik dit in ieder geval vast kan blijven. Oeh, nee, niet wedstrijd opgeven. Ik hoop dat ik dit vast kan blijven houden. En dat we gewoon even lekker die overwinning gaan pakken. Nou, Kane draaien, schieten. En dat is hem. Oké, 2-0, 73ste minuut. Deze wedstrijd is wel winnen. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ik kan me haast niet voorstellen dat ik dit nog uit de handen ga geven. En dan win ik gewoon met een Premier League team die eigenlijk helemaal niet zo heel goed is. Van een team die veel beter is. Dus dat is op zich wel nice. Nou, de wedstrijd is afgelopen. Het was eigenlijk best wel een soepele overwinning. Geen moment in de problemen geweest. Ja, 2-0 gewonnen. Dat is helemaal dikke prima. Met zo'n team vind ik het best wel knap. Dus dat betekent dat we een ronde verder zijn. En dat we nu weer een pack mogen openen. Dus dat zijn alleen maar voordelen. Dat doen we nu ook gewoon 100k pack. Hopelijk krijgen we dan nu wel een team op de season. Ik hoop het echt dat we in ieder geval één team op de season kunnen krijgen. En uiteindelijk als we heel ver komen in de verdraft, dan kunnen we natuurlijk daar ook nog best wel grote packs uit krijgen. Maar nu nog gewoon een 100k pack. Let's go. Ik doe het met mijn neus. Go. Ik hoop zo echt dat we nu een team op de season krijgen. Alsjeblieft, laat er een blauwe gloed in zitten. Ah, nee, geen blauwe gloed. Maar wel weer een inform. Dan heb ik geen idee wie het nu is. Is dit Summer? Nee, dit is geen Summer. Oh, what the fuck. Dit is echt serieus de slechtste inform die ik ooit heb gekregen. Holy shit, wel twee keer een inform uit een 100k pack. Maar daar ben ik natuurlijk niet naar op zoek. Maar dit is wel echt een hele slechte, hoor. Holy shit. 76 rated in vorm. Die is echt, ja, die kan ik sowieso discarden. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Stuur ik in ieder geval weer wat spelers naar de transfermarkt. Die misschien iets waard zijn, maar deze pack die was niet al te best. Misschien bij dubbels nog iets. Nee, helemaal niks. Nee, dit was een beetje balen. Kunnen we dit allemaal discarden? Dan, ja, dan viel deze pack een beetje tegen. Maar dan gaan we nu gewoon door naar de volgende wedstrijd. En hopelijk kunnen we die gewoon weer winnen. Nou, mijn volgende tegenstander heeft ook een prima team. Hij heeft alleen niet heel erg op teamgeest gelet. Dus dat kan misschien in mijn voordeel werken, maar uiteindelijk hangt het helemaal ervan af hoe goed hij is. En daar gaan we vanzelf achter komen. Nou, Kane draaien, schieten, dat is hem al. Tweede minuut, 1-0 voor, hij drukt al op start. Oh, die zit zo, die nu al race quitten. Dat zou echt de snelste race quit ooit zijn voor mij, als hij na 2 minuten gaat race quitten. Dat zou echt heel sick zijn. Doet hij dat al? Nou, nee, volgens mij doet hij dat nog niet. Dat is wel jammer. Dat zou echt heel sick zijn geweest. Maar ik sta nu al in ieder geval 1-0 voor, dus dat is mooi. Oké, hij heeft gewoon in één keer 2 dikke wissels gedaan. Ronaldo en Neymar komen erin. Dus ik moet gewoon even nog 2 keer snel scoren. Dan denk ik dat hij alsnog gaat race quitten. Maar misschien kwam ik gewoon met mazzel door de eerste goal. Dat zou misschien ook wel kunnen. What the fuck? Holy shit. 4e minuut, nu alweer een goal, nu van mijn tegenstander met een zieke goal van Ronaldo.
Dit slaat dan ook weer helemaal nergens op. Hoe snel ik op voorsprong kom, zo snel komt hij ook weer gelijk. Alleen met ook een gigantisch sicke goal. Nee, daar gaat hij weer. En, oh, dit was wel heel sick uitgespeeld. Ah, shit. Volgens mij is de tegenstander veel beter dan dat ik in het begin dacht. Volgens mij, ja, ik kwam er met een beetje mazzel in de tweede minuut meteen door. En dat ik 1-0 scoorde. Maar hij is echt goed met tegenstander. Ik denk dat dit een hele lastige wedstrijd gaat worden om te winnen. Oh, what the fuck. 3-1. Oh, dit was zo'n zieke goal. Normaal scoort er nooit iemand uit de corner, maar hij doet het gewoon met de halve omhaal. Oh, what the fuck. Weer uit de corner. 2 keer een goal tegenkrijgen uit de corner. Weet je wat? Ik vind het best geweest. Stom spel. What the fuck. Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik geef het gewoon op dat ik het best geweest. Dan kunnen we nu nog wel wat packs openen van de Vidraf. En dan open ik ook nog wel even wat packs met die 1000 FIFA punten die ik nog heb. Gaan we even kijken of we toch nog iets leuks kunnen krijgen. We krijgen een Jumbo goudpakket. Dat is eigenlijk het enige wat nog leuk is. Die goudpakketten. Je kan er een team of the season in krijgen. Maar die kans is ontiegelijk klein. We krijgen wel gewoon een border hieruit. Dat is in ieder geval wel sick. Dat had ik niet verwacht. Krijgen we Mkhitaryan? Holy shit. Dat is wel ziek. Dat is gewoon qua rating ongeveer het beste speler die ik tot nu toe heb gekregen. Behalve de licht die was beter. Hoeveel is die waard? Die is 10.000 coins waard. Nou, dat is in ieder geval chill meegenomen. Dus ik stuur hem gewoon naar de transfermarkt. Oké, dit begint wel lekker. Alleen, ik wil nog steeds die team op de season krijgen. Dan kunnen we precies 3 25k packs openen. Dus dan ga ik dat doen. Eigenlijk wou ik na elke potje een pack openen, zeg maar. Maar dan sluiten we hier dan nog gewoon mee af. En dan kijken we of we nog iets leuks kunnen krijgen. We krijgen in ieder geval weer een border. Oh nee, dit kan sowieso niet heel iets goed zijn. Wie is dit? Nou, dat ga ik niet proberen uit te spreken, maar het is niet een al te beste keeper. Hij is wel 83 rated, maar als hij dan vervolgens uit zo'n competitie, dat is trouwens Bundesliga, dat valt wel mee, maar als hij uit zo'n land komt, dan is hij sowieso niks waard. Nou, volgende, dit is dus de 1 na laatste pack. Hierna wordt mijn laatste pack van deze video. Ik hoop toch stiekem dat ik nog Team of the Season ga krijgen. Nu weer niet. Wel weer een border. Engeland, dan kan het echt gigantisch veel zijn. Maar dit is Lallana. Het is een prima speler, maar weer niet de absolute top. Ik wil gewoon een goede Premier League speler krijgen met een blauwe gloed. Niet zo eentje. Nou, dan wordt dit de laatste kans op eventueel een Premier League Team of the Season. In ieder geval deze video. Binnenkort doe ik heus wel weer een keertje een pack opening, maar we sluiten helaas. Zonder border af. Dat is wel jammer. Maar op zich maar heb ik niks te klagen. Ik heb 2 informs. Mkhitaryan die was wel sick die ik had gekregen. En voor de rest eigenlijk wel prima packs voor de hoeveelheid FIFA punten die ik heb uitgegeven, zeg maar. Dus ik vind het alsnog dikke prima. Ik vind het alleen wel een beetje jammer dat ik uiteindelijk geen Team of the Season heb gepackt. Maar ik laat het hierbij voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dus ja, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!